Wat we gedaan hebben is op basis van die trends, maar vooral ook de onzekerheden die we op dit moment zien in het woonlandschap, hebben we vertaald naar vier scenario's. Het kelder, het lounge, de woonkeuken en de overloopscenario's. Vier scenario's die heel sterk verschillen als het gaat over economische toekomst, politieke situatie in 2030, sociaal-maatschappelijke situatie op dat moment, qua solidariteit, maar... Ook qua hoe we een aantal problemen en stagnaties in de doorstroming in de uh, huizenmarkt hebben opgelost in die verschillende werelden op basis van deze uitgangspunten. Het boek is een. Uh, uh, Zoektochten naar de toekomst van sociaal wonen in Nederland. Uh, samen met uh, 120 professionals uit de sector en voor die sector. Als startpunt voor nou, de dialoog, maar ook het voorbereiden voor beleid, uh, strategie, investeringsbeslissingen uh, voor gemeenten, woningcorporaties, uh, bouwers, die zich actief zijn in die markt. We zijn begonnen maar eens met in kaart brengen van wat gebeurt er op dit moment allemaal? Welke trends en ontwikkelingen zien we? De demografie is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke ontwikkeling. Zowel de huishoudsamenstelling, huishoudverdunning die we hebben gezien in de afgelopen jaren. Maar ook door de vergrijzing, andere eisen die dat stelt aan de woningen. Uh, een, een trend die we langer thuis noemen, uh, zien we dat jongeren veel langer thuis wonen. Soms ook na hun studie weer bij hun ouders wonen, omdat ze geen toegang tot die woningmarkt hebben. En logischerwijs als gevolg van die vergrijzing mensen langer thuis zouden moeten wonen, ondanks hun fysieke beperkingen, die, uh, die inderdaad ook toegenomen hebben. Uh, een trend als powerhouse dat is interessant. In de congressen zien we daar ongelooflijk veel aandacht voor, waarbij we zien dat de energielasten als onderdeel van de totale woonquote uh, ontzettend is toegenomen. Sterker nog, er is een groeiende groep mensen die hogere energielasten hebben dan woonlasten op dit moment al. Wat zijn je conclusies? De belangrijkste conclusie is dat als we kijken naar de discussie over de toekomst van sociaal wonen, zien we dat het, alle discussie gaat alleen maar over het systeem. Over het falend systeem, over het falend toezicht, over falende beleidsmakers. Het gaat nooit over uh, het individu, die bewoner, die burger, die in die woningen, in die wijken wonen. Hoe kunnen we zorgen? Dat we en een woningvoorraad opzetten die tegemoet komt aan die veranderende behoeften van die burger. En dat we ook de leefbaarheid in die sector vergroten. Wat we dan zien is dat de problemen, de uitdagingen waar we voor staan in het wonen, zijn niet uniek voor de woonmarkt. We zien het in het onderwijs. We zien het in, het, uh, in de zorg. We zien uh, in het pensioenstelsel. Dat die allemaal onder druk van de demografische... En economische ontwikkeling uh, waar problemen ontstaan. En die komen samen bij diezelfde sociaal wonen huurder. Daar komen al die stapelen, die problemen zich op. Dan wordt er geroepen dat de woningcorporatie terug in hun hok moet, terug naar hun kerntaak. En op sommige gebieden is dat wellicht uh, terecht. Maar één ding weet ik wel: met het opstapelen van de uitdaging waar gemeenten voor staan, uitvoerende taken die zij krijgen, gedecentraliseerd, uh, en de uitdaging waar zij voor staan om dat allemaal uit te voeren, weet ik één ding zeker: geen van de partijen kan het nu in zijn eentje. Dat vraagt vernieuwing, nieuwe invulling van onze rol en vooral ook een andere rol van de burger. En verantwoordelijkheid. En die vernieuwing en innovatie zullen we met elkaar uh, uh, moeten doorvoeren. En op nieuwe oplossingen zoeken voor die uitdagingen. Zowel qua voorraad, woningvoorraad. Als qua leefbaarheid van die sociaal wonenomgeving. Wie speelt in de vernieuwing een leidende rol? Geen van de partijen heeft de middelen, de resources op dit moment. om dat in zijn eentje te doen. Ik denk dat gemeenten daar heel belangrijk zijn om een voortrekkersrol. Maar waar we nu al zien dat we met alle maatschappelijke partijen, alle sociale partners, met de gemeenten, met de woningcorporaties, maar ook met een bank bijvoorbeeld, daarbij, het onderwijs, samen kijken hoe kunnen we het Bruto Haags geluk en het Bruto Haags product verhogen. Daar zie je ongelooflijk veel ruimte voor creativiteit, om de mogelijkheden en de middelen die er ook nog wel degelijk zijn, op een veel efficiëntere manier inzetten en veel meer effect hebben dan weer het binnen de kaders, binnen de muren van de eigen organisatie oplossen. Het gaat echt organisatieoverschrijdende oplossingen en innovatie. Dat vraagt veel van organisaties.